naar binnen en dan ga ik weer werken. Vanavond naar de bioscoop, daar heb ik ook heel veel zin in. We gaan met een paar van de dansklas naar Fantastic Beasts. Ik ben echt een grote Harry Potter fan. Ik heb ook, zal ik wel eens laten zien, in mijn kast daar een hoekje met allemaal Harry Potter dingen. En de boeken, de films. Ik ben meer fan van de boeken dan van de films. Maar ook de films vind ik ook wel tof. En Fantastic Beasts hoort daar natuurlijk gewoon bij. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Nu eerst even ontbijten en werken. En dan zie ik jullie vanmiddag weer. Want ik ga eerst ook nog naar de hydrotherapie. Dus het is een lekker druk dagje vandaag. Zo, heel wat uurtjes verder. Goedenavond. Het is inmiddels 6:55. Ik heb gewerkt. En inmiddels ook al gegeten. Lekker gekookte bietjes gegeten. Ik ben niet naar de hydrotherapie geweest. En ik ga ook niet naar de bioscoop vanavond. Zoals jullie weten speelt er iets heel verdrietigs in mijn privéleven. En daarbij zijn morgen en vooral morgen, maar ook de komende dagen. Ja, toch wel hele spannende dagen en hele moeilijke dagen. En ik dacht, het is fijn als afleiding om naar de bioscoop te gaan, maar het voelde toch niet helemaal goed. Dus ik heb besloten niet te gaan. Ik ga video's editen, op die manier even mijn zinnen verzetten en een beetje afleiding zoeken. Lekker gewoon in mijn eigen omgeving zijn. Dat voelt toch het fijnst. Dus dit zal even van brand wisselen. Dit zal dan ook niet een hele lange vlog worden. Natuurlijk gaan we straks nog wel de kalenders uitpakken, uiteraard. En ik dacht, maar daar moet ik nog even over nadenken. Misschien dat ik jullie straks wel eens vertel welke YouTube-kanalen ik nou eigenlijk volg. Want ik vind dat van andere YouTubers ook altijd leuk om te weten wat zij nou allemaal volgen. Dus ik denk dat ik jullie later vanavond nog eventjes daar wat meer over vertel. Dat vind ik wel leuk en dan hebben jullie toch iets leuks om naar te kijken vandaag. Dus tot zometeen. Zo, lekker mijn sieraden af. Ik ga straks even douchen. En ik denk dat ik inderdaad daarna eventjes gezellig met jullie mijn YouTube-kanalen doornemen. Ik vind dat wel een heel leuk idee. Maar voordat het zover is, hebben we nog wat uit te pakken. Nou, die van de doeklas. Die staat hier het dichtste bij. Dus daar gaan we mee beginnen. Mooi even het strikje losmaken. Het is vandaag 11 december, dus we gaan nummer 11 even opzoeken. Nou zie ik nummer 10 en nummer 12, dat zal je altijd zien. En ik word geappt. Dat zijn mijn medevloggers. We zijn lekker aan het kletsen over al onze kanalen en onze ideeën. Oh, dit vind ik leuk. Dit soort cadeautjes hou ik ook wel van. Het is een kwastje. Dan ga ik hem even openmaken. Het is wel een klein kwastje. Dus ik weet nog niet zo goed wat je daar dan het beste mee kan doen. Oh, hij is wel heerlijk zacht. Zie je, het is een heel klein... Kijk... In verhouding een heel klein kwastje. Maar ik denk misschien hier voor de highlighter dat het wel mooi zal zijn. Of ja, blush is misschien wat te klein. Handig voor onderweg, dat dan weer wel. Leg ik die weer even hier op de grond. Dan maken we die van NYX open. Het begint al aardig leeg aan te voelen. In het begin had hij nog wel een gewichtje, maar... Nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan is die leeg. Maar goed, 7 is nog best veel. Pakje nummer 18. Is weer een lipproduct. Liquid Suede.
Ja, die hebben we natuurlijk al eerder gehad. Dit is de kleur Peanut Brittle. Dus ik vermoed dat het een beetje een... ja, het is wel mooi. Het is een beetje koperachtig. Ik weet dat ik dit niet meer zou doen, maar ik vind het gewoon leuk. Beetje koperachtig kleurtje. Leuk. En dan die van de Action. Ik zal ook eens even dat potlood eruit halen. Dat ik er nog in laat zitten. Uiteraard ook hetzelfde nummer. Nou ben ik het weer kwijt. Oh, mijn hoofd momenteel. Het is maar goed dat het vast op mijn romp zit. Want anders zou het overal nergens liggen. Dat is ook zo slordig, hè. Nummer 18. Dat was het. Oh, en die zit hier. Ook een potlood. Maar dan een romp hier. Een wenkbrauwpotlood. Nou heb ik, dat weten jullie, pas geleden, of tenminste dat weten degenen die mij al voor Vlogmas volgden, een wenkbrauwproduct gekocht van Maybelline, waar ik echt ongelooflijk tevreden over ben. Dus weet ik niet zozeer of ik dit zal gebruiken. Ik vind dit altijd wel grappig. Zo'n spoelie noemen ze dat of zo. Nou ja, geen idee. En anders is het altijd een leuk cadeautje om weg te geven. Oké, dat waren ze weer. Nou, ik ga zo even lekker... Oh, sorry, daar ben ik weer. Ik ga zo even lekker douchen. En lekker even mijn kloffie aantrekken. En dan kom ik straks nog even bij jullie terug. Hey jongens, ik breek even in deze vlog. Want ik zit hem nu te editen en... Lulla als ik ben, heb vervolgens een stukje opgenomen. Omdat ik dacht, anders wordt die vlog zo kort. Waardoor die vlog echt 18 minuten duurt. Nou, dat leek me geen succes. Dus het stukje over mijn YouTube kanalen en welke ik allemaal volg en zo. Die komt vanmiddag als extraatje online. Dus om een uur of drie, dan krijgen jullie een extraatje van mij vandaag. Dus dan is deze vlog inderdaad wat korter, maar anders wordt die echt veel te lang. Nou, dat wil ik even kwijt. Zo, het is 10:50. De tweede vlog staat in de render. Ik heb er twee geëdit vanavond. Ik vind het toch wel echt heel erg leuk om te doen hoor. En zeker omdat... Met wie had ik het er nou van de week over? Met Suzanne geloof ik. Ik heb het gevoel dat mijn dagen zoveel... minder snel gaan nu ik vlog. Omdat ik, ja, je beleeft alles op de een of andere manier veel bewuster. En dan herbeleef je het ook nog eens bij het editen van de vlogs. Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook wel echt heel erg leuk vind. Dus ja, dat doe ik met heel veel plezier. Ik ga lekker naar bed als deze klaar is. Bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Ja, abonneer je als je erbij wil horen en het nog niet gedaan hebt. Het is gratis. Dus ik zou het heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. On the first day of Christmas, my true love gave to me.